Marino Pušić, zo'n week met een bekerwedstrijd erin. Jij koos bewust voor, ik geef wat spelers rust, ik ga met wat andere spelers starten. Heeft het helemaal zo uitgepakt zoals jullie vooraf hadden uitgedacht qua rust geven? Jawel, achteraf ben ik blij dat we dat ook gedaan hebben. En dat is ook goed voor de jongens die minder gespeeld hebben en toch een serieuze wedstrijd hebben moeten spelen. Dus dat was een win-win situatie, zeg maar. En ik ben gewoon content hoe we eruit gekomen zijn. Op één puntje na, want Tom had wel wat last gekregen van zijn spier. Maar alles bij elkaar was het oké. In die wedstrijd heeft Boeren meer last gekregen? Ja, tijdens de wedstrijd. En dat ging een beetje opstijven. En dan moet je niet al verder risico's nemen. En we hebben nog 2 dagen gehad. Morgen nog om hem op te lappen. En dan zien we morgen vroeg hoe het gaat. Ja, want denkende dat hij eigenlijk ook niet gespeeld zou hebben, waar het niet dat Jari ziek werd. Hoe is het dan met Oosterwijk? Ja, op de wedstrijddag werd hij ziek. En dat is vervelend. Hij is nu herstellende. Hij heeft vandaag voor de eerste keer wat oefeningetjes gedaan. En dan kijken we morgen vroeg hoe hij voor staat. En als hij zich beter voelt, dan zit hij sowieso in selectie. En het is een beetje afhankelijk wat Tom gaat doen en hoe het met Tom gaat die wedstrijd gaat beginnen. Maar dat we daarin moeten keuzes maken, lijkt me duidelijk. Als ze het allebei niet halen, wat is dan je alternatief? Nou ja, we hebben in de voorbereiding heel veel met Ouli Bapo gespeeld als centrumspits. Dat heeft hij redelijk ingevuld. Dat is een optie. En een andere optie is dat we met misschien nog een wat aanvallende middenvelder op die positie gaan spelen. Wat ik verwacht is eigenlijk, zoals veel wedstrijden bij ons thuis, dat wij veel aan de bal zullen zijn. Hopen dat we iets beter zullen dat doen in de bepaalde fase van de wedstrijden. En dat zij zullen zich terugtrekken en hopen op omschakelmomenten. En dat is dan ook aan ons om ons te wapenen tegen dat soort gevaren. Ja, daar krijgen jullie toch veel mee te maken dit jaar. Is dat iets wat constant op jullie lijstje staat? Dat jullie daaraan blijven werken? En zo ja, hoe dan? Ja, niet constant. Kijk, er zijn ook teams die ook prima kunnen voetballen, hoor. Dat daar niet van. Maar over het algemeen is het zo dat teams die bij ons komen wel toch wel wat behoudender beginnen en spelen. Dat is aan de ene kant logisch. En dan is dat aan ons om daarmee om te gaan. Niet meer, niet minder. Oude bekende morgen. Oude bekende, bedoel je Dylan Seys? Mm-hmm. Ja, goed om hem weer terug te zien. Een leuke jongen. Ja. Hoe vind je wat hij doet daar? Hij doet uitstekend daar. Ik zag de laatste wedstrijd tegen PSV. Was hij zeer bedrijvig, gevaarlijk. Nou, Dylan zoals we hem kennen, met een hele goede linkerpoot. Absoluut een belangrijke speler bij RKC.